Welcome to this mission. Fasten your seatbelt and enjoy your ride. This is the last level, level 3. Een vliegtuig is zo gewoontjes. Maarten en ik nemen liever het vliegend tapijt naar Marokko. En dichter bij huis, Maurice en het mysterie van de gaatjes. Precies op tijd, ik sta hier voor het NCV-gebouw, is duidelijk. En ik heb een afspraak gemaakt met Maarten. En die komt hier, als het goed is, over 10 minuten. En die denkt dat hij een screentest gaat doen. Alleen die weet nog niet dat ik een verrassing voor hem heb. Oké, Maarten, zit je goed? Ja? Ja. Oké, dat is belangrijk voor een screentest. Waar we dan altijd mee beginnen, omdat we het ook opnemen, is dat je even op camera zegt wat nou precies je vraag is. Mijn vraag is waarom het overdag in de woestijn heel heet is en 's nachts heel koud. Ja. En ik heb dat gecheckt en dat klopt inderdaad. Dan heb ik hier een atlas. En kijk, hier ligt wel een flinke lel van de woestijn. Weet je welke woestijn dit is? Sahara. Dat is de Sahara. Je knikt alsof je het niet zeker weet, maar dat is goed. Misschien aardig om te weten, 135 keer zo groot als Nederland. Nou, deze hebben we niet meer nodig. Ik wil eigenlijk voorstellen om met jou daar naartoe te gaan. Nu? Jij denkt dat je hier komt voor een screentest. Maar jij bent echt al uitgekomen, hè? Dat je het weet. Niet. Er komen niet twee andere kinderen. Jawel, die komen wel. Nee. Jawel. Die zijn er helemaal niet. Jawel. Nee, nu nog niet, maar straks wel. Nee. Jawel. Ja. Nou, papa en mama, zeg het maar dan. Zeg het maar, want hij gelooft ons toch niet? Echt waar? Maar hoe wou je dat doen dan? Dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel. Hé, hey, wat dacht je van deze? Er zit toch helemaal niks onder of zo? Hey, ik kan toch niet meer vliegen. Moet jij eens opletten. Hou je maar goed vast. Want we gaan. Daar komt hij. Sim. Halabim! Hey, voel je dit? Ja. Beetje van die rand op blijven. Kijk even, kijk even. Hey, dit is vet, hè? Ja. Dat dacht ik ook, ja. Ja, maar joh, ik heb helemaal geen kleren bij me. Oh, maak je geen zorgen, dat is allemaal geregeld, jongen. Geniet nou maar van het uitzicht, want dit maak je nooit meer mee. Oké, maten, hou je vast, want nu gaan we gassen. Hoezo dan? Volgens mij is dat daar New York. Hier, gaaf hè? Ja, dit is gaaf, maar dit is inderdaad New York. Je hebt gelijk. Ja. Ik denk dat we een afslag gemist hebben. Geen probleem. We gaan nu weer terug, hè? Oké. Dus hou je vast. Komt-ie. Van de zijkant, dan kan ik er ook niks aan doen. Ik wilde daar landen. Ja! Nou ja, volgens mij het belangrijkste is, zitten we goed of niet? Ja, volgens mij zitten we goed. Bonjour! 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 Une question? Oui, monsieur. Ici Marokko? Oui, monsieur. Ici le Sahara. Hotel Sahara. Oh! Oui. Mooi! Merci, monsieur. Oh, hey. Dat heb je niet hier op iedere landplek, hè? Merci. Merci beaucoup. Ik weet niet of jij het in de gaten hebt, maar volgens mij zijn wij geland in de zwembad van een, nou, pak een beetje 6-sterren hotel, hoor. Nou, misschien wel 7. En misschien wel 7, want dat ziet er inderdaad hartstikke goed uit. Ja. Dus wat nu belangrijk is, even een plan de campagne, dat wij snel het antwoord vinden op jouw vraag. Ja. En dat we daarna weer heel erg snel hier terugkomen om een beetje te relaxen. Ja. Oké, even voor jullie thuis. Wij gaan ons omkleden. We komen straks terug met het antwoord op zijn vraag. In de tussentijd gaan jullie even kijken naar een ander Willem Weven filmpje. Hey. Ja, proost. Proost. Willem Weven! Dat is vaak in Amsterdam geweest? Jawel. Ja?
Ja. Mooi, hè, hier die bootjes? Ja. Zit hem in de gaten? Nee, bij de kaas zit het hem in de gaten en tussen de gaten. Het heeft volgens mij met lucht te maken. Nee, ik weet het zeker, Jochem. Het zit hem in de gaten. Kijk eens. Hé, hij is goed, hè? Ja. Maar mensen, waar zitten die gaten nou? Nou, dat zal ik laten zien. Kom maar mee. Dat zijn ze inderdaad. Het is een boek met gaten. Maar hoe kan daar dan muziek uitkomen? Dat is nou juist mijn vraag. Tuurlijk, dat is nou juist jouw vraag. Is een draaiorgel nou typisch Amsterdams? Typisch Amsterdams is wel typisch Nederlands. Die hele grote orgels op straat. Maar dat heb je nergens anders in de wereld zo. Vroeger waren er 39 orgels op straat. Ja, en nu? Nu nog 6. Oh. De meeste orgelmensen die gingen of ze gingen dood of ze gingen wat anders doen. Beter betaald werk. Ja. Of ze konden überhaupt niet meer omdat ze lichamelijk compleet versleten waren door het zware werk. Hoeveel orgels zijn er op dit moment nog in Nederland? In Nederland? Elk weekend op straat spelen er zo'n 150. 150? Dus beroepsmensen en hobbyisten door elkaar. Ah. Zie je dat? Alle boeken? Ja. Het is een oudje, hè? Ja, ik denk 1930, 34 zo. En hier worden dus de draaiorgels gerepareerd, maar ook gebouwd. Dit is het hart van het bedrijf. Dit is de echte werkplaats. Staan we nu voor het bekendste draaiorgel, hè? Ja, dit is de beroemdste. De Arabier. Ken je hem, de Arabier? Ik heb er wel eens van gehoord. Wat is nou de oudste? De oudste die wij hebben, die we nog steeds gebruiken, die staat daar op een wagen. Hoe die heet de Flamingo. De Flamingo. Ja. Die komt uit? Die komt uit Parijs. Die is daar gebouwd rond 1890. 1890? Ja. En zo heeft ieder draaiorgel dus in feite zijn eigen naam? Ja, want we hebben hier nog eentje staan. Ja? Het orgel heet De Pot. Met een D. Met een D? En waarom is dat dan? Dat komt door de eerste huurder die met het orgel uitging. Die man die heette eigenlijk Jan de Vries, maar zijn bijnaam was de Podderaar. Podderaar? Omdat hij nogal eens met zijn neus, met zijn vinger in zijn neus verdween. Ja. En dat heette op zijn Amsterdams Podderen. Dus vandaar De Pot? Ja, dan staat er zo'n prachtig orgel. Maar ja, goed, het is helemaal zo. Maar hij heeft ook een bijnaam. Ja. En dat is de Moordenaar, want hij is een van de ergste orgels om te draaien. Ja? Heel zwaar, heel intensief werk. Is dat zo? Het is toch, valt toch niet mee? Het tempo. Hoppa, kan je spelen. Wow. Ik begrijp niet waarom ze hem de moordenaar noemen. Had ook de spierverrijking kunnen zijn, maar dat maakt verder niet uit. Oké. Okay. Nu even terug naar de vraag van Maurice. Hoe kan er muziek komen uit die gaatjes? Ja. Nou, het belangrijkste is dat je gaat draaien in het orgel. Daarmee zet je een blaasballig in beweging die hier beneden in het orgel ligt. Ja, ik ga meteen even proberen. Dus als ik nu draai... Oh ja, zie je? Ja. Er komt lucht. Dus lucht is heel belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. Maar we horen niks nu. Nee, omdat er een boekje in moet. Oh ja. En zonder boek... Geen muziek. Heb jij nog een leuk idee? Liedje? De Spice Girls misschien? Nee. Nee? Nee? Heb je nog een ander mooi lied? Ik heb nog een hele mooie. Bij ons in de Jordaan. Bij ons in de Jordaan. Zie je de wijnen? Dat is al gehoord hier. Ja, zo ongeveer wel. Je bent er bij me. Stapje voor stapje. Ga hier even opstaan, dan kan je het goed zien. Want met pinnetjes zie ik daar allemaal, hè? Ja. Deze pinnetjes zijn de zogenaamde toetsen. En elke toets, elk pennetje heeft zijn eigen functie. Ja, dus of een toonhoogte, of een trommel. En die worden naar beneden gedrukt als ik het boek ertussen leg en deze klep slaat. Nou wordt er hier binnen een klep gesloten, waardoor de wind niet naar de pijpen kan gaan. En komt er nou een gat in het boek,
Dan kan de wind ontsnappen naar een slangetje. En die opent een grote klep hier binnen. En dan kan de wind naar de pijpen toe. En dan gaat het orgel spelen. Maar hoe komen nu verschillende tonen eruit? Hoe groter de pijp, hoe lager de toon. En dan heb ik hier een voorbeeld liggen. Kijk, heb je een grotere pijp en een kortere pijp. Moet jij er maar eens op blazen. Goed zo. En nou deze. Zie je? En zo krijg je de hele opbouw van de verschillende tonen. Nou, even alles op een rijtje, want het is toch nog best een ingewikkeld verhaal. Je draait en daardoor komt er lucht in het orgel. Mm-hmm. Het boek gaat eroverheen. In feite is alles gesloten. Komen er gaatjes. Ja. Dan komt zolang er een gaatje duurt, gaat er een pinnetje omhoog. Mm-hmm. En omdat dat pinnetje omhoog gaat, gaat ergens anders een klepje open. Ja. En gaat er lucht de pijp in. Precies. Is dat voor jou echt helemaal duidelijk? Ja. Oké, perfect. Maar hoe weet je nou waar de gaatjes moeten? Dat is een goeie. Maar ik denk dat we eerst even moeten luisteren nog even naar bij ons, even nog naar de Jordaan, hè? Heel goed. Anders hebben we het boek er van niks ingelegd. Dat lijkt me ook. Mag ik dan draaien? Als jij even aan de moordenaar gaat. Durf je het? Hij durft het. Oké, nou, ik ben benieuwd. Het wordt bio. En twee handen, hè? Oké. En kracht zetten. Ik zal je even een klein beetje op weg helpen. Ja? Ja? Ja. Of ik weet waar de tonen moeten komen te staan in het boek. Ja. Nou, ik weet hoe je, waar die gaatjes moeten komen te zitten door dit kaartje. Er staan allemaal streepjes op. Dat zijn de toetsen die in het klavier zitten. En dan ga je op papier met dit kaartje tussen verticale lijnen de muziek intekenen. Dus of de bassen, mm-hmm. die staan hier beneden. Huh? En hier de begeleiding. Dan krijg je, dit is hoem en dit is pa. Dus dan krijg je hoempa, 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 hoempa. En in feite... Als ik je goed heb beluisterd, dan kun je in feite iedere melodie erin zetten die je maar wil. In feite wel. Ja, nou, dan denk ik dat, dat wij misschien wel een aardig melodietje hebben, of niet? Ja. Oké, en niet te snel draaien, want dan kan ik even lekker wat geld ophalen. Oké. Okay. Ah, dank je. Dank je wel. Rijkjes, we gaan lekker. Dank je wel. Dank je. En af. Gaat lekker. Hey! Helemaal perfect, kijk even. We lopen helemaal binnen, joh. Zie je dat? Ja! Woe. Wat een boel. Goed, hè? Hey, Willem, wijven, mag ik even vakken? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u wel. We zijn er absoluut klaar voor. We hebben weer droge kleding aan en we hebben een meer dan perfect hotelletje. Dus ik zou zeggen, laten we maar heel snel beginnen. Oké, fantastisch. Wel even wat anders weer dan in Holland, hè? Ja. Nou, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Je enige idee hoe heet het hier kan worden? Nou, Paul, jij bent onze deskundige. Jij hebt al 4 jaar rondgereisd hier in Marokko. Dus als iemand dat toch zou moeten weten, dan ben jij het. Nou, schrik niet. Het kan hier wel in de hoogzomer, hoor. Midden op de dag 50 graden worden. En hoe warm is het nou dan? Dat kan ik je laten zien, hoor. Ik heb hier een metertje liggen. Kijk. Oh. Wat erg. Dan zijn we nog niet eens in de woestijn. Nee, we zitten al wel in de woestijn. Het is de Voor-Sahara. Weet je eigenlijk wat de woestijn is? Weet dat? Een flinke megabak zand. Ja. Dat denken veel mensen dat het zand is. Maar weet je, er is eigenlijk maar 20% van de woestijn is zand. En de rest is eigenlijk rots en zelfs de Noord- en Zuidpool hoort ook bij woestijn. Dat zijn ook woestijnen, ja, ben je dat? Dat zijn ook woestijnen. Dat is omdat er ook waarschijnlijk weinig neerslag valt? Precies, woestijn noemen we woestijn omdat er niet meer dan 25 centimeter per jaar valt. En dan in één keer. Dat is niks als je dat vergelijkt met Nederland vorig jaar. Hadden we neerslag gekomen, weet ik toevallig nog zo. Dan hadden we 1,24 meter, dus dan valt er in één jaar 1 meter meer. Lijkt weinig, maar is een hele bak. Ja, en daarom... is het bij ons groen en hier niet. Het is hier moeilijk voor de mensen, dieren, planten te overleven. Ja.
zei toch dat er in de woestijn geen planten groeien? Nou, we lopen nu iets naar beneden toe. We lopen zeg maar een rivierbedding, een wet. Daar zijn bergen. En als het daar geregend heeft, dan loopt het water naar het laagste punt. En hier is een van die laagste punten. En blijft het water hier het langste staan. En dan vind je daar dus ook de planten meteen. Maar kijk, dat betekent dus dat deze planten het moeten hebben van dat ene regenbuitje van 25 centimeter per jaar? Ja, nou niet helemaal waar. 'S Nachts koelt de lucht af. En dan krijg je toch een klein beetje condens. Ook al is het een hele droge lucht in de woestijn. En daar maakt zo'n plant gebruik van. Die zuigt dan toch nog een beetje wat hij kan krijgen. Vocht zuigt hij op. En overdag dan sluiten alle huidmondjes zich weer. Zodat het niet verdampt. Ze gaan dus heel economisch om met wat ze hebben. En dat is niet veel in de woestijn. Leven er hier nou ook dieren in de woestijn? Ja hoor. Er leven hier verschillende dieren. Reptielen. En linksen. En woestijnvosjes, woestijnratten. Echt? Nou, ja. Nou, vliegen heb je natuurlijk al gemerkt. Ja. Hagedissen wel veel. Vroeger hebben hier ook leeuwen geleefd, rondgewandeld. Maar nu niet meer, uiteraard. Maar... Nou, dat zeg je nou, maar ja. Ik zie er nog geen één. Nee. Nee, maar kijk, het is warm. Het is voor ons ook warm. Voor de dieren is het ook warm. Die gaan dus overdag, dan kruipen ze weg. Zoeken ze schaduwplekken op onder stenen. Ze maken holletjes, daar gaan ze inzitten. En dan wachten ze tot het zonlicht getemperd is. En tegen de avond komen ze eraan. Ja, komen ze eruit. Gaan ze op jacht. Kunnen we daar niet een schorpioen zoeken? Nou, ik weet niet. Als Roel zegt dat ze er zijn, geloof ik dat wel, hoor. Ik wij bedoel, kunnen wel een schorpioen zoeken. We kunnen wel een schorpioen zoeken, ja. Ja, daar kunnen we best een zoeken. Een slangetje ook wel. Dat is, tuurlijk. Laten we vooral maar even een slangetje en een schorpioentje zoeken. Ja. Hè? Waarom? De dag is toch kapot. Ze zijn toch niet gevaarlijk, hè? Nou, de steek is erg pijnlijk en soms zelfs dodelijk. Dus... Maar ze schrikken meer van jou. Kijk! Kom eens hierheen! Hier zit er een. Ja, je hebt er een. Voilà. Ja, Jochem, kom eens. Daar. Ja. Kijk. Is dat er een? Dit is er een. Ja hoor. Oké. Kijk. En hier zit zijn naald. Hier zit zijn naald. Lief. Hey, maar dan hebben we in ieder geval gezien, inderdaad, dat er dieren leven in de woestijn. Kijk, hij zoekt meteen een holletje op, zie je? Fantastisch. Zullen we verder gaan? Ja? Ga ik vast, loop ik vast verder? Ja. Mooi, hè? Prachtig. Ik loop vast verder. Dan gaan we pas verder kijken, hè? Hoi. Terug naar huis. Ga terug. Blijf. Oh ja, het wordt een roerrijtje. Hoe komt het nou dat het zo heet is hier? Het is zo warm in de woestijn omdat er hier bijna geen wolken zijn. Geen wolken, dus? Nou, je moet zien, de wolken die fungeren eigenlijk een beetje als een filter. Ja. Dus de zonnestralen die worden door het wolkendek gefilterd. Wolken dienen als het ware als een soort parasol. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat snap ik niet, want in Nederland heb je ook wel eens een blauwe lucht, maar dan is het niet 50 graden. Maar Nederland ligt een stuk verder van de evenaar af dan waar we nu zijn. En de zon staat hier veel hoger aan de hemel. Dus doordat hier de zon rechterop staat, wordt het hier warmer? Ja. Net niet warm genoeg voor het eitje. Ik ben bang voor dit. Dat is een bijzonder eitje. You want the egg? No. No? No, pavisa. Oh. No. Have you got a doekje dan? No. Ook niet? Dan heb je een probleempje, denk ik. No. Yes, you have a vuile molenkap. No. Hoe komt het nou dat er zo weinig wolken zijn? Nou, vandaag hebben we gezien dat er heel weinig plantengroei hier is. Ja. Er zijn geen rivieren, er zijn geen meren. En het is hier toch hartstikke heet. Dus het zal wel willen verdampen, maar er is niks te verdampen. Er is geen water, maar het is één van de redenen. Ja, ja. Het wordt al wat frisser, hè? Voelen jullie het? Ja. Er zit wel verschil tussen, ja. Hoe heet is het nu of hoe koud? Eens even kijken. 15,5. 15,5 graden. Dus ja. Vergeleken met vanmiddag zijn we al in één keer in een halve dag 30 graden kwijt. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, ah, shukran. Merci. Bismillah.
Nou, de wolken houden niet alleen het zonlicht tegen, maar ook de warme lucht die opstijgt, 's nachts. Ja. Dus de wolken dienen ook als een soort isolatiedeken? Ja. Als er wolken zijn, blijft de warmte daaronder zitten. Is de blauwe lucht geen wolken, dan kan de warmte meteen weg, dan wordt het ook heel snel koud weer. Dat is het. Hoe koud kan het 's nachts dan worden? Nou, er zijn plekken waar daar kan het flink vriezen. He? Maar ja, ja, maar hier zal het niet vriezen. Hier zal het zo om en nabij de 10 graden blijven. We hebben het antwoord. Ik denk dat wij lekker een soepje opeten. En dat wij dan weer even richting ons... Jongens, je bent pas echt een goede woestijnganger als je erin overnacht hebt. Ja, ik vind het heel leuk. Maar ik denk, we moeten natuurlijk ook een beetje aan onze gast denken. Mm-hmm. En ik denk dat Maarten, je hebt een lange dag achter de rug, dat jij liever terug naar het hotel gaat. Nee hoor. Nee, ik blijf liever hier. Lekker slapen in de woestijn. Kijk, Maarten is een avontuur hier. Wij overnachten lekker vanavond hier, bij het vuur. Ja, hè, Maarten? Eet smakelijk, jongens. Dat rustig, Jochem. Tja. Ik zeg net wel dat rustig. Zou mijn nachtje worden? Hou je slaapzak een beetje dicht vannacht, hè, schorpioen. Ja, dat mag je niet. Heb ik dat nou weer? Dat kan er nog wel bij, hè? Midden in de nacht, Sahara, keiharde grond, schorpioenen om me heen. En het had zo mooi kunnen zijn. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar goed, soms is het leven hard. Heb jij nou nog vragen voor Willem Wever? Mag gewoon in Nederland zijn. Het liefst gewoon in Nederland. Stuur die dan naar Willem Wever, postbus 25700-1202-HS in Hilversum. En volgende week, beloof niet dat ik uitgeslapen ben, maar ik ben er weer, hoor. En dan hebben we de volgende vragen. Ik ga niet slapen, hoor. Ik ga echt niet slapen. Volgens dokter K. Bouter is er geen reden tot paniek. Alle oma's krimpen minstens 2 centimeter. Mayanga moet nog groeien, maar ze is nu al te lang voor een normale verhuiswagen. En koningin Beatrix 1 werkdag volgen betekent rennen, springen, vliegen en weer doorgaan. En dan nog even dit. Ah, heerlijk weer terug in Nederland. Lekker die Hollandse regen weer. Nou, ik heb het overleefd. De Marokkaanse woestijn. En ik moet nog even één ding zeggen. Want stel dat je nou de uitzending van Willem Wever op maandag gemist hebt. Dan herhalen we hem nog speciaal voor jullie op zaterdagochtend. Dus het is maar even dat je het weet. Nu naar huis. Thank you for watching. Enjoy your stay on this channel. And see you next week.